Een 32-jarige automobiliste uit Schijndel raakte afgelopen vrijdagnacht zwaar gewond door keien die op de structuurweg lagen. Waarschijnlijk bewust daar neergelegd. Haar auto kreeg een klapband. Ze botste tegen een boom. De politie zoekt getuigen. Wie heeft er in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juni tussen 2:30 en 4:00 iets gezien of gehoord op de structuurweg in Schijndel? Weet jij wie dit gedaan heeft? En als jij zelf kijkt en je hebt hiermee te maken, meld je dan. Blijf hier niet mee rondlopen. De vrouw ligt nog op de intensive care en is nog niet aanspreekbaar. Ze is meerdere keren geopereerd en er zullen meer operaties volgen. Dinsdagavond bij Opsporing Verzocht ook aandacht voor dit tragische ongeluk.